Het was er erg druk die zaterdag op de terreinen van de Rotterdamse Lloyd. Dat kon ook haast niet anders, want voordat er 1600 emigranten zijn ingescheept, waaronder maar liefst 225 kinderen van klein tot groot, komt er het een en ander kijken. Er waren grote gezinnen bij, zoals dat van de heer Van den Heuvel uit Deurne, die met 12 kinderen de reis maakt. Zij gaan naar Nieuw-Zeeland en met hen nog een aantal anderen. Maar de meesten van de 1600 gaan naar Australië. De opschriften op de koffers spreken in dit opzicht duidelijke taal. Er vertrekken ook 250 oud-militairen, waaronder vele oorlogsvrijwilligers. Dat een Volendams echtpaar juist met de Volendam de grote tocht gaat maken, zal geen verbazing wekken. De bokser Beb van Klaveren vertrekt ook. Geen verzoek en geen protest hebben hem kunnen tegenhouden. In totaal gaan 860 Nederlanders ons land verlaten. Verder zijn er aan boord ongeveer 500 ontheemden uit Oost-Europa, een honderdtal Engelsen en een aantal statenlozen. 1600 mensen die om verschillende redenen en door verschillende omstandigheden de reis aanvaarden, maar die allen éénzelfde doel voor ogen hebben. Zich in Australië of Nieuw-Zeeland een nieuw bestaan te verwerven voor zichzelf en hun gezinnen. Wij wensen hen goede vaart. Thank you.